Hoe zalig kan het zijn? 'S Morgens uitgerust wakker worden na een verkwikkende nachtrust. Helaas is het niet iedereen gegeven. Wist u dat tot de helft van de mensen ooit in zijn of haar leven geconfronteerd worden met enige vorm van slapeloosheid? Dit kunnen zijn inslaapproblemen, doorslaapproblemen, vroeg ochtend ontwaken of een niet verkwikkende nachtrust. Onderzoek toont aan dat slaapproblemen heel vaak gepaard gaan met burn-out en depressie. We zien dat slaapproblemen zowel een gevolg zijn van deze twee, als dat ze ook oorzaak kunnen zijn van burn-out en depressie. Over slaap wordt tegenwoordig heel wat verteld in de media. Meestal heel sensationele negatieve verhalen, waarbij wordt aangetoond dat wanneer je minder dan 8 uur per nacht slaapt, je een onzekere en zeker ongelukkige en ongezonde toekomst tegemoet gaat. Maar hoe zit dat nu met slaap? Wel, het is zeker niet goed om systematisch te weinig tijd te nemen om te slapen. Iets anders is wanneer je wel voldoende tijd neemt om te slapen, maar wanneer je niet aan de 8 uur die wordt voorgeschreven komt. In dat geval spreken we van slapeloosheid. Nu, in slaap is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Wij slapen omwille van een regulatie tussen ons slaapsysteem en ons waaksysteem. Dat betekent dat om goed te slapen ons slaapsysteem moet worden geactiveerd en ons waaksysteem moet worden onderdrukt. Het nieuwe werken maakt dat we tegenwoordig 24 op 24 uur geconnecteerd zijn en dat onze werkdag is verschoven van overdag naar 's avonds. Dit maakt dat het waaksysteem niet altijd tot rust kan komen. Vandaar volgende tips voor een kwalitatief betere slaap. Doe aan dagafbouw. Dagafbouw betekent dat je het laatste 1,5 uur voor het slapen gaan een rustige activiteit doet, niet inspannend, die niets te maken heeft met het werk. Geen computer, geen smartphone, een beetje tv kijken of iets lezen. Ten tweede houdt ons waaksysteem heel erg van structuur. Dit betekent dat in het weekend lang uitslapen ervoor zal zorgen dat je maandagochtend met een gevoel van jetlag wakker wordt. Daarom raden wij je aan om in het weekend maximaal 1 dag 1 uur langer te slapen en voor de rest het uur van opstaan zo stabiel mogelijk te houden. Hou je deze tips in gedachten, dan garandeer ik je dat je een kwaliteitsvolle slaap zal ondervinden.